Eindelijk Call of Duty games op de Nintendo Switch. Nou, als het aan Microsoft ligt, wel. Ze willen namelijk Activision overnemen. Als dat allemaal gaat lukken, dan kan je dus voor de komende 10 jaar op Nintendo-platformen Call of Duty games verwachten. Wil je op de hoogte blijven met alles over je favoriete games? Volg dit kanaal.